Ik ben Wieteke Willemme. Ik ben hoogleraar hier op de faculteit van Geoinformatiewetenschap en Aardobservatie. Ik en mijn gewaardeerd collega's kijken naar hoe de mens de omgeving beïnvloedt en hoe die omgeving ons beïnvloedt. En dan kijken we voornamelijk dan waar dat gebeurt. Om antwoord te kunnen geven op die vraag gebruiken we en maken we heel veel kaarten. Bijvoorbeeld door satellietbeelden te gebruiken die continu de aarde in de gaten houden en daardoor hele belangrijke en interessante informatie aan ons kunnen geven van waar zijn die belangrijke mineralen om de energietransitie in te kunnen zetten of waar is natuur dat het welzijn van de mensen ondersteunt. Wij kijken heel goed van wat we willen vertellen en aan wie. Dus bijvoorbeeld als wij iets willen vertellen aan mensen die heel graag iets willen leren, dan maken we dingen zoals een tutorial of een vlog of een onderwijsmodule waarin we uitleggen van nou ja, als je deze kennis wil vergaren, dan kun je dat zo zelf gaan doen. Als we mensen willen enthousiasmeren, dan gaan we over hele andere zaken nadenken van nou ja, wat is nou interessant om aan het algemeen publiek te vertellen. We hebben bijvoorbeeld met een app op een telefoon een speurtocht door stadsparken in Suriname uitgezet, waar mensen dan als ze die speurtocht gaan doen, van alles dan leren over de bomen en de planten die zij tegenkomen en de rol die bomen en planten hebben in hun leven, verkoelend effect bijvoorbeeld. En dan een derde groep zijn de beleidsmakers. Dat zijn professionals die een vraag hebben die zij moeten oplossen en die wij als onderzoekers denken te kunnen ondersteunen met onze onderzoeksresultaten. Dat kan echt een rapport zijn van honderden pagina's dik, waarin we onze kennis synthetiseren. Maar het kan ook een dashboard zijn, waarin we gewoon echt onze onderzoeksresultaten duidelijk neerzetten. Dat mensen die kunnen downloaden en gebruiken in verschillende processen. Wat gewaardeerd voor ons heeft betekend is, voor mij persoonlijk, was het eigenlijk een aha-moment. Wetenschapscommunicatie kan gewoon een onderdeel zijn van je beroep als wetenschapper. Het is ook niet iets wat je zomaar hoeft te kunnen. Er waren workshops, er waren allerlei tools die we aangeboden kregen. Dus je kon je daar ook in ontwikkelen en dat was voor mij echt een aha-moment. Opeens ben ik nu in contact met wetenschappers met wie ik helemaal niet samenwerk. Maar wel, we hebben een gedeelde interesse in het delen van kennis. En dat is gewoon heel leuk. Dus dan gaan we samen sparren, dan gaan we nadenken bijvoorbeeld hoe wij dingen op deze faculteit kunnen inrichten. Van, nou ja, wat hebben onze studenten nou nodig om wetenschapscommunicatie te gaan doen? En we hebben daar elkaar nu wel een beetje in gevonden om daar nu echt stappen in te gaan zetten. We praten ook vaak met de media en dan krijg je vaak een specifieke praktische vraag en het antwoord moet dan vaak erg gesimplificeerd worden. Maar als je als onderzoeker iets meer weet van wat je nou kan doen met wetenschapscommunicatie en hoe je dat goed kan doen, dan kun je veel beter je eigen verhaal vertellen. Je kunt veel beter de nuances toevoegen en je kunt ook veel beter richten op een bepaalde doelgroep. En dat is toch iets waar ik hoop dat de wetenschapscommunicatie naartoe gaat. Thank you.